Je hebt geklikt op de aanrader, want dat is goed nieuws. Want je krijgt in deze episode, deze video, krijg je 2 tips van ons voor jou. En dat kan van alles zijn. Een film, een boek, een game natuurlijk. Of misschien wel een ervaring. Het zou zomaar kunnen. Dus we kunnen nog heel lang doorgaan met deze aankondiging. Maar we kunnen ook gewoon beginnen met de aanrader. Yes, daar gaan we. Lucas en ik zitten er helemaal klaar voor. We hebben allebei een tip voor jou. En jij moet goed opletten, want jij mag straks ook meedoen. Sowieso, als jij een tip voor ons hebt, drop die hier gewoon onder in de comments. En we gaan de beste tips verzamelen. Misschien krijg je volgende week wel een shout-out. En de beste tips krijg je misschien ook wel een mooie prijs. Misschien een PSN-kaart en dat soort dingen. Maar je mag ook straks stemmen op wie de beste tip heeft gegeven. Is dat Lucas of is het, of ben ik dat? Martin, Team Martin. En de winnaar komt volgende week weer terug. En die mag terugkomen namelijk met een nieuwe tip. Dus stem hard op jouw favoriete tip. Lucas, kom er maar in met jouw tip voor deze week. Wauw, wat een eer. Wat vet om de allereerste aanrader van dit seizoen te mogen doen. Ik heb er echt heel erg zin in. En ik heb er lang over nagedacht, want er zijn veel leuke dingen die ik heb gezien of heb gedaan of gespeeld. Maar de laatste tijd is er één ding geweest dat me echt heeft gegrepen en dat ik gewoon niet los wilde laten. En ik wilde maar verder en verder. En dat is de Netflix-serie Alice in Borderland. Ik had eerst echt geen idee wat dit was, maar het blijkt dat het een serie is gebaseerd op een Japanse manga. Dit is dan ook een Japanse tv-serie en het gaat over wat guys en die komen opeens, ze wonen gewoon in Tokio, het leven is redelijk normaal voor ze. En dan opeens, dan transformeert het en dan zijn ze nog steeds in Tokio, maar iedereen is weg. De straten van Tokio zijn echt helemaal uitgestorven en dat alleen al is echt super cool in beeld gebracht. Dat je zo'n megastad ziet, maar dan met 0 inwoners erin. Geen auto's die rondrijden, dus dat vond ik echt wel super cool gedaan. Maar het hele idee is dus dat ze naar een soort andere dimensie zijn gegaan waar ze in een soort gameshow zitten. Dus zij zijn in Tokio en ze krijgen op een gegeven moment een melding van oké, de game gaat beginnen. En dan moeten ze naar een bepaalde locatie, dan gaan ze spelletjes doen, maar dat zijn best wel dodelijke spelletjes. Er gaan heel veel mensen dood, die shit is echt gewelddadig. Ze moeten dus die spelletjes spelen om te blijven overleven, want anders krijgen ze gewoon een laser zo flap in hun hoofd geschoten. Het heeft echt alles. Het ziet er mooi uit, het is dramatisch, het is gewelddadig, er zit avontuur in. Er zijn 8 afleveringen en ik heb ze echt... Ik weet niet wanneer de laatste keer is dat ik zo snel een serie heb gekeken. Ik vond het echt heel vet. Dus ook als je een beetje gek bent op Japan. Weet je vindt het leuk om daar naartoe te gaan. Of een beetje die cultuur te checken. Dan is dit echt een aanrader voor jou. Oeh, nou, dat is een mooie pitch. Vurig, hè? Ja. Ja. Ik voel hem ook echt. Ja, ja ik zet hem sowieso op mijn lijst. Maar daar komt de mijne. We zitten natuurlijk in een lockdown. We mogen eigenlijk niet naar buiten onder de mensen, evenementen en dat soort dingen. Dus we zitten binnen. We zijn games aan het spelen, we zijn films aan het kijken, we zijn series aan het beleven, boeken aan het verorberen. Maar soms is het wel even gezond om een frisse neus te halen, om even de schoenen aan te trekken en een paar stappen te zetten. Een ommetje te maken om je eigen huis. Natuurlijk wel. Misschien doe je dat alleen of misschien doe je dat met een partner. Houd dan wel voldoende afstand. Maar lopen alleen is vaak ook alleen zo doelloos. Je moet wat te doen hebben onderweg. En we hebben van de week iets gedaan, met z'n allen ook. En dat vond ik was blij verrast. En ik had niet verwacht dat het zo tof was. Het is namelijk geocaching. Of zeg ik het goed? Geocaching? Ik zou zeggen geocaching, als je het echt cool wil zeggen. Geocaching. Ja. Het is een app die je kan installeren op je telefoon. Dat werkt op Android devices en op iOS. Het is eigenlijk gewoon de hele map van Nederland die je ziet. En daar zie je allemaal verschillende geocaches zie je erop. Dat zijn eigenlijk allemaal schatten die verborgen zijn door heel Nederland, door de community die meewerkt aan die app. Je kan hem gratis downloaden en installeren. Je kan ook een gratis inlog aanmaken en dan kan je eigenlijk al geocaches in jouw buurt gaan zoeken. En dat zijn, dat kunnen doosjes zijn waar een briefje in zit. Dat kunnen kleine capsuletjes zijn waar iets in zit. Maar het toffe is, je verkent zo, ik verkende zo mijn eigen dorp. Ik kwam op plekken waar ik al regelmatig kwam, maar ik was nu anders aan het bekijken. De brug waar ik al 3 keer overheen was gelopen de afgelopen week, daar bleek dus al, misschien al wel jaren een kistje onder te liggen met een verborgen schat. Ik had al wel vaker van dit fenomeen gehoord, geocaching.
Maar het klonk voor mij altijd een beetje als van die geitenwolle sokken shit. Heel erg suf. Maar nu heb ik het zelf gedaan en ik vond het eigenlijk best wel spannend of zo. Ik deed het dan in mijn eigen dorp, maar je kan het bijvoorbeeld ook een keer naar een bos of naar de Veluwe gaan of dat soort dingen. Waar je gewoon even een frisse neus kan halen en ondertussen wat verborgen schatten kan vinden. Ik vond het echt heel tof. Dus eigenlijk gewoon een game, maar dan voor buiten. Ja, goeie man. Ik heb het ook een keertje gedaan laatst toen we het met z'n allen deden. En wat je zegt, het geeft je echt een gevoel van dat je iets te doen hebt terwijl je buiten bent. In plaats van dat je doelloos aan het rondlopen bent. Dus stiekem vind ik dat ik wel dat je hele goede concurrentie kan bieden met jouw aanradar. Zeker, zeker. En nu is het aan jou. Je zit dit te kijken, misschien wel op je computer, op je telefoon. En je denkt van wow, dat was een vette tip. Maar wie heeft die hete tip gegeven? Laat het weten in de comments. We droppen hieronder 2 reacties. En jij, als je dit op YouTube kijkt, dan kan je daarop stemmen. Je mag ook je stem achterlaten op pu.nl. Wij gaan alles bij elkaar optellen. En de winnaar zie je sowieso volgende week terug. Maar wat misschien ook wel tof is. Heb jij een tip voor ons? Een aanrader? Wat wij moeten gaan beleven, kijken of spelen, drop die hier ook onder in de comments. Dan kunnen wij dat niet alleen ontdekken, maar misschien ook gewoon de mensen die dit allemaal zitten te kijken. En als je dan toch lekker bezig bent, laat dan meteen een subje achter op dit YouTube kanaal. Dan kunnen we meer van dit soort video's maken. En dan kunnen we dus ook meer tips geven aan jou. Nou, daar wordt toch iedereen vrolijk van?